zijn hier in Hart van Noord, waar wij van Harten voor Sport ons inloopspreekuur hebben, elke donderdag. En daar kunnen wijkbewoners terecht met al hun vragen over sport en bewegen in de wijk. We kunnen ze doorverwijzen naar sport, we kunnen ze helpen met een aanvraag bij het Jeugdsportfonds, of sporten zoeken met een U-pas bijvoorbeeld, allerlei dat soort dingen. Wat doen jullie voor het project? Wij fietsen samen in de wijk. En waar fietsen jullie dan naartoe? Ja, verschillende richtingen. We hebben hier in het begin, we zijn begonnen hier in de wijk, hier vlakbij. Hebben we wat rondjes gedraaid en toen gingen we het uitbreiden. Wat heb je geregeld voor de maatjes hier zo? Wij hebben het project Beweegmaatjes en dat betekent dat mensen zich aan kunnen melden als zoekmaatje. Maar ook dat mensen zich aan kunnen melden als vrijwilliger. En in dit project ben ik benaderd dat iemand een maatje zoekt. En daar zijn we op zoek gegaan naar een maatje die we gevonden hebben. Wat voor activiteiten kunnen mensen dan doen? Ja, dat hangt eigenlijk af van de vraag. Dus er zijn mensen die, als voorbeeld heb ik bijvoorbeeld een vrouw die wil graag wandelen. Of in dit geval fietsen. Nou, dan is dat de vraag. En dan gaan ze dat doen. Maar ik heb ook vragen over dat mensen gewoon echt naar een sportvereniging willen. Bijvoorbeeld volleybal heb ik ook gehad. Dus het hangt er vanaf wat iemand wil. Hier in Huize Transwijk doe ik ook aan twee activiteiten, neem ik deel. Aan Reiki, dat is op maandagochtend, en donderdagsmiddags aan bewegen. En het is alle twee zo'n uur. En daar neem ik aan deel. Dus het is ook lichamelijk, om mijn lichamelijke conditie een beetje op te bouwen. Voel je je wat meer energiek? Ja, ik voel me wat... Wat menselijker weer tussen de mensen in. Oh. Anders alleen maar lopen. Fietsen vond ik altijd leuk vroeger. En ik heb het 10 jaar niet gedaan. En nu probeer ik het weer op te pakken. Doe jij naast dit project nog andere dingen met je lichaam, sporten, wat dan ook? Naast dat ik met Marianne fiets, werk als bewegingstherapeut en als psychomotorisch therapeut. Dus ik vind bewegen heel leuk en heel belangrijk dat mensen door middel van bewegen met zichzelf in... contact blijven en met de omgeving in contact blijven. En hoe is het om met mevrouw te gaan fietsen? Als ik met haar fiets, dan fiets ik natuurlijk langzamer als dat ik zelf fiets. Het is als doel dat zij weer kan fietsen. En dat doel hou ik dan heel erg bij me. En het is mooi als zij dan vooruit kan gaan. Dus als dat betekent dat we vaker moeten oefenen met het op- en afstappen tijdens het fietsen, dan is dat belangrijk. En dan stoppen we ergens midden in de straat om het op- en afstappen te oefenen. Wat zijn jullie toekomstplannen? Onze toekomstplannen is dat alle inwoners van Utrecht sporten en bewegen. Dat is heel kort gezegd. En dan richten we ons met name in wijken waar nu minder mensen sporten en bewegen. En dat is bijvoorbeeld hier in Kanaleiland wel het geval. Dus daar zijn we heel actief. Bijvoorbeeld met het inloopspreekuur, maar bijvoorbeeld ook allerlei initiatieven helpen en ondersteunen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Buurtsportinstructrices worden door ons opgeleid, die lessen kunnen gaan geven. Nou, eigenlijk alles met als doel meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen.